ik moet zeggen dat mij dat aanspreekt. Ik vind, we leven in zo'n tijd waarin alles zo snel verandert, waarin we zo weinig ankers hebben, dat het goed is om een aantal dingen om daaraan vast te houden. En daarvan, ja, daarvan vind ik dit toch ook wel een mooi symbool. Want het volgende onderwerp is natuurlijk toch ook weer het overlijden van Queen Elizabeth. Want met haar overlijden treden bepaalde mediaprotocollen in werking. Zeker bij de BBC. Laten we even luisteren naar hoe de Britse omroep gisteren het overlijden van de Queen bekendmaakte. A few moments ago, Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. The palace has just issued this statement. It says the Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The King and the Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. Within the past few minutes, Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. Ja, en dit is op alle kanalen van de BBC op exact dezelfde wijze aangekondigd. Is dit nou hoe het hoort? Kees, wat jou betreft, op deze manier de aankondiging gedragen? De vraag pauzes. Is niet zozeer, is dit de vraag, is dit hoe het hoort? Zo gaat het. Ja. En daar kunnen wij alle meningen over hebben, maar dat ligt gewoon vast. Ja. En ik moet wel zeggen, vind je het mooi, is dan de vraag. Ik vind het mooi, ja. En deze nieuwslezer, wat ik een fantastische man vind, journalist, presentator. Hugh Edwards, heet hij. Ja, Hugh Edwards. Dat vind ik echt prachtig. Het is uren televisie kijken. Ik luister naar de radio. Vanmorgen ook naar Radio 4 van de BBC. De Today-programma, waar altijd alle politici voorbij komen. Luisteren niet veel mensen naar. Maar als je wil weten hoe over het dreilen en zeilen van de Britse politiek, moet je echt even Radio 1 hier afzetten. En ook af en toe even Radio 4 daar wel aan. Kun je dat nou zeggen, Kees? Gewoon even op een dag als vandaag moeten wij met respect ook alles in Engeland een beetje bespreken. Nee, maar het is, het zijn allemaal codes. Laten we wel wezen, in Nederland hebben we dat ook. Hè. Ik weet niet de laatste stand, maar toen ik verantwoordelijk was bij een programma als Netwerk heel lang geleden, toen werd ik ook altijd, en ook bij het journaal wist ik dat, het Oranje dossier heette dat, en dat zit dan ergens in een kluis. Ik weet niet of dat nog zo is, maar daar zei, als er iets gebeurt met en leden van het Koninklijk Huis, dan worden de tafels schoongeveegd. Ja. En dan gaat het protocol in. Ja, in Groot-Brittannië gaat het protocol zover dat het ook bepaald is wat de prestatoren dragen voor kleding. Het viel ook op dat voordat het overlijden van de Queen bekend werd gemaakt, de presentator waar jij het over had, Kees, Hugh Edwards, al in black tie aan het presenteren was. Leonard, is dat nou typisch Brits, denk je, om tot zo in detail daarover na te denken? Ja, ik denk dat zij heel erg een land van de traditie zijn. En ik moet zeggen dat mij dat aanspreekt. Ik vind, we leven in zo'n tijd waarin alles zo snel verandert, waarin we zo weinig ankers hebben, dat het goed is om een aantal dingen om daaraan vast te houden. En daarvan vind ik dit toch ook wel een mooi symbool. Overigens, ik zag Kees hier vanmorgen naar binnen lopen. Prachtig gezicht met de BBC-radio, hoorde ik wat harder. Ja, dat is inderdaad. Je moet nu ook, denk ik, kijken uit alle windhoeken van hoe doen de media dat. Ja. En ja, ik had ook wel willen weten hoe is het in India. Dat is me niet meer gelukt om dat terug te luisteren. In dat soort landen waar ze ooit natuurlijk als queen begonnen. Niet als queen begonnen is, maar wel van de Commonwealth. In Canada had ik het willen horen. Australië. Even kijken hoe ze daar dit nieuws behandelen. Dan laten we gewoon vooral even kijken naar onze eigen landen ook. Nederlandse media, gisteren en vandaag. Wat sprong eruit voor jou, Leonard? Nou, het viel mij op bij het NOS-journaal dat Fleur Launsbach via de lijn kwam en niet zelf in beeld. En dat Tim de Wit, die natuurlijk een geweldige presentator is, maar dat eigenlijk focus naar hem toe ging. Terwijl ik denk, dan moet je toch overschakelen live met beelden naar Fleur Launsbach. Dus dat vond ik een beetje tegenvallen. Ik heb ook, dat had beter gekund misschien. Ja. Wat me ook heel erg is opgevallen is Nieuwsuur, waar ik de keuze van
oud-ambassadeur Simon Smits niet de meest gelukkige vond. Ik denk, waarom heb je niet gekozen voor Pim Waldeck? Want Pim Waldeck was de grootmeester van onze koningin en ambassadeur in Londen. Jarenlang. En is een groot kenner van het Britse Koningshuis. Ja. Misschien hebben ze hem gebeld en wilde hij niet komen. Dat is het natuurlijk. Je hoort zoiets als redactie op het laatste moment. En je probeert je natuurlijk zo goed en zo kwaad op voor te bereiden. Maar je bent niet de enige die dat soort mensen belt natuurlijk als redactie. Ja, maar Pim Waldeck, ik was verbaasd dat die niet in Nieuwsuur zat. Maar goed, dat kan aan mij liggen. En ik vond Peter de Waard, die zat ook in Nieuwsuur. Mm-hmm. Die deed dat heel adequaat. Oud-correspondent van de Volkskrant. En nog even over de Volkskrant. Ik vond het verhaal van Patrick IJzendoorn vanmorgen echt geweldig. Echt een prachtig stuk. Waarin hij heel veel details aanhaalt. Dat met een ook laat zien hoe dat wereldrijk afbladdert. Mm-hmm. Leuke details over Alice Potter, die op haar 150ste verjaardag nog één wens had. Ze kwam uit Worcester om de Queen nog een keer te zien, hoe dat gebeurde. De voorzichtige glimlach die beschrijft. Ja. Als mensen een artikel lezen vandaag, zeg jij, doe dan vooral dat artikel van de Volkskrant. Ja, het artikel van de Volkskrant en ook dat van Aletta André in Trouw vond ik een ontzettend. Die heeft heel mooi hoe de Queen op haar 13e verliefd werd op haar man, op haar latere man. En hoe zij hem brieven aan Prins Philip schreef. En hoe dat echt een heerlijk verhaal dat hij toen op de marineschool zat in Dortmund. Oh, en, ja. Echt lekker, een lekker verhaal. Prachtig geschreven. Ja. En ook veel leuke grappen erin. Ja. Hoe Prins Philip Cole een Rijkskanselier noemde. Dat was natuurlijk de laatste, was Hitler. Ja. Hoe die een Nigeriaanse man in president in pyjama beledigde. En hoe die tegen Chinese Engelse studenten in China zei, kijk uit dat je niet allemaal spleetogen krijgen als je hier bent. Dat zei Prins Philip. Het staat allemaal in deze verhalen. Daar stond ook onbekend, inderdaad. Schitterende verhalen. Om de foute opmerkingen die hij kon maken. Ja. Kees, als het gaat om tv-uitzendingen gisteren, Galit en Sophie die waren live. Dat is natuurlijk een talkshow toen dit nieuws brak. Ja. Die schakelde direct over naar de BBC en vrij lang ook. Ja. Is dat de manier om het te doen? Nou ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb natuurlijk alle zenders even gescand gisteren. Maar ik bleef toch plakken bij de BBC en tegelijkertijd ook nog bij Sky News. Oh, ja. Wat ik heel jammer vind dat dat niet overal hier via de providers te zien is. Ik weet niet waarom dat is, maar goed. En dus ja, ik heb de Nederlandse televisie wel. En al die talkshows, ja, het moet hel geweest zijn voor al die redacties om allemaal in dezelfde vijver te vissen om te vragen of iemand nog iets leuks weet. Ja. Er zijn nu eenmaal heel veel oud-correspondenten die graag verhalen daarover willen vertellen. Maar ik heb meer naar de Britse zenders gekeken. Maar om even bij Leonard aan te sluiten, omdat hij even een krantenoverzicht geeft, dan noem ik ook maar even Tizia Ketelaar in de NRC, die met een prachtige frontpage van de NRC een verhaal heeft geschreven over de koningin die iedereen overleefde door 70 jaar te zwijgen. Wat een mooie kop is. En zo is. Wauw. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.